Leeuwarden beleefde dit weekend Ljouwerter culinair. Aan de voet van de Oldehoven kwam culinair Leeuwarden bij elkaar op uitnodiging van de Lions Club. Duizenden mensen maakten kennis met de veelzijdigheid van de Leeuwarder horeca en droegen zo hun steentje bij aan de geldinzamelingen voor goede doelen. Een verslag van Edwin Kramp. Wat is Ljouwert culinair eigenlijk? Nou, Ljouwert culinair is een activiteit van de Lions Club Ljouwert 80. Die organiseren dit evenement dit jaar voor de 9e keer. Eigenlijk met 2 doelen. Het ene is het promoten van de Leeuwarder horeca. Daar doen 22 restaurants nu aan mee, wat heel mooi is. En aan de andere kant willen we geld inzamelen voor het goede doel. Nou, dat goede doel is altijd interessant. Voor welke goede doelen zamelen jullie vandaag geld in? Nou, we hebben altijd een goed doel dichtbij en een goed doel ver weg. We hebben dit jaar als doel van dichtbij Mind Up. Die hebben hier in Leeuwarden een werf, de Olde Galileën. En daar begeleiden ze mensen die eigenlijk een tijdje uit het arbeidsproces zijn. Die weer wat werkervaring op willen doen en een werkritme willen krijgen. Nou, die worden daar begeleid om lekker mee te draaien. Zodat ze hopelijk uiteindelijk ook weer uitstromen naar een andere baan. En verder hebben we in Bangladesh de stichting Faridpoor. En die helpen kinderen die bijvoorbeeld verminkt zijn. Bijvoorbeeld die een hazenlip hebben of brandwonden hebben. En die daardoor eigenlijk een beetje uitgesloten zijn van de samenleving. Nou, die opereren ze daar. Nederlandse artsen gaan daar ook heen. Zodat die kinderen daar weer een kans krijgen om echt mee te doen in de samenleving. Hadden we als doel dichtbij Dierenasiel De Wissel. Daar hebben we €8.000 voor opgehaald, waar we heel blij mee. En toen hadden we Stichting Cat uit Tanzania en die konden we verblijden met een cheque van €12.000. Lijkt goed. Gisteren hadden we eigenlijk bijna de dubbele omzet van vorig jaar op de vrijdag. En het is nu ook gewoon super druk, dus we zijn heel hoopvol.